Hoe kun je voor €250 naar de ruimte? Dit is de Universiteit van Nederland. Hoe kun je het voor €250 naar de ruimte? Hoe kun je voor €250 zien hoe de aarde eruit ziet vanuit de ruimte? Ja, sommige mensen zeggen van als je hoger die atmosfeer in gaat, als je bij de ruimte komt, wordt het steeds kouder. En, ja, terwijl een hele logische vraag van kinderen is eigenlijk, als je nou naar boven gaat, dan kom je dichter bij de zon. Dan zou het toch steeds warmer moeten worden, zou je zeggen. En wie denkt dat het kouder wordt boven? Handen zien, wie denkt dat het kouder wordt als je naar boven gaat? En wie denkt dat het warmer wordt als je naar boven gaat? Zie je een enkele hand? Het is allebei waar. Want iedereen weet dat je de bergen, als je steeds hoger gaat, wordt het steeds kouder. Eeuwige sneeuw, 2000 meter. En als je wel eens kijkt op die in-flight information systeem, dan zie je dat je min 50, als je op 10 kilometer hoogte vliegt. Maar als je nog hoger gaat, wordt het weer warmer. En dan wordt het op een gegeven moment weer rond, bij 50 kilometer hoogte, zit je weer rond het vriespunt ongeveer, dan wordt het weer warmer. En dat komt omdat je dichter bij de zon komt, ja. Het punt is namelijk, iets warmt pas op als je die zonnestraling ook absorbeert. En rond de 50 kilometer zit de ozonlaag. En die absorbeert die voor ons zo gevaarlijke ultraviolette straling. En dat is energie. En energie moet altijd ergens blijven. Dus als het niet meer straling is, dan wordt het warmte. En daarom, dat is de reden dat het daar opwarmt. En daarna gaat de straling weer gewoon ongehinderd door de atmosfeer heen. En die verwarmt die lucht ook niet. Dat wisten ze vroeger trouwens allemaal nog niet. Hè? Ze hadden geen flauw idee. En toen ze begonnen met vliegen, het allereerste begin met vliegen, dat is eigenlijk dat is voor de Wright Brothers. Dat is al ver voor de Wright Brothers. De Chinezen hebben al met hete luchtballonnen geëxperimenteerd. De Kong Ming ballonnen. We zien hier een plaatje daarvan. Die worden gebruikt in Azië nog steeds bij feesten. Zijn in Nederland ook, denk ik, verantwoordelijk voor veel UFO-meldingen. En dat is een hete luchtballon. Het principe van hete luchtballon is al heel lang bekend. We hebben het over echt een paar honderd jaar na Christus was dat principe al bekend. Niemand kwam erop om er zelf onder te gaan hangen. Dat duurde vrij lang. De eerste die daar aan dacht, aan de mogelijkheid van bemande luchtvaart met ballonnen, waren de gebroeders Montgolfier. En een hete luchtballon heet nog steeds een Montgolfier in het Frans. Hier zien we ze, Joseph Michel Montgolfier en Jacques-Étienne Montgolfier. In 1763, dus ze waren 23 en 18 jaar oud. Jonge jongens eigenlijk nog, hun vader had een papierfabriek en dat was de grondstof. Waarbij zij ballonnen maakten, eerst in een kamer, boven een vuurtje en dat steeg op. En steeds groter. Het waren twee broers weer, net als de Wright Brothers, ook twee broers. Niet toevallig is dat trouwens die tweetallen, want heel vaak zie je dat als één een beetje wild en creatief en chaotisch is en de andere heel ordelijk, dat je een heel goed team hebt. En dat gold hier ook. De wat creatievere, wildere was de oudere, Joseph. En de wat ordelijkere was Étienne. En samen, de een bedacht ze allemaal wilde dingen en dan zei ze, nou, zullen we het eens uitproberen. Even stapjes voor stapje. En zo hebben ze dat uitgeprobeerd. En dat hebben steeds meer experimenten gedaan. En op een gegeven moment hadden ze onbemande ballonnen, steeds groter, groter. En ja, toen kwam de vraag op, van, nou, zou je daar nou als mens onder kunnen zitten als je het maar groot genoeg maakt? En ze dachten overigens dat er bijzondere gassen uit het vuur kwamen die de lift verzorgden. En het was natuurlijk gewoon de warmte, weten we nu. Maar zij dachten van ja, mensen eronder hangen is wel gevaarlijk natuurlijk. Laten we eerst eens beginnen met dieren. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben een eend, een haan en een schaap hebben ze in een mandje in de rand, zeg maar, onder de hete luchtballon gehangen. Ballon opgehangen en losgelaten. Die drie dieren, dat is niet de dierenverzameling van de lokale kinderboerderij, maar het was een zorgvuldig gekozen wetenschappelijk experiment. Die drie dieren. Waarom een schaap, een eend en een haan? Ze wisten dus niet hoe de samenstelling van de atmosfeer ging veranderen als je hoger kwam. En of je daar wel kon leven, of je er wel kon ademen. Ze zeggen, ja, je kan er een berg oplopen. Maar ja, wisten zij veel. Misschien beweegt dat, plooit dat wel zo mee met de bergen. Dat zou natuurlijk kunnen. En ze dachten, van, nou, zo'n eend, dat is een vogel, die is gewend hoog te vliegen. Die kan dat. Dus misschien, maar ja, misschien moet je vogel zijn. Of misschien is het een kwestie van gewenning. Hoe komen we erachter? Nou, daarvoor die twee andere dieren. Een haan is ook een vogel, maar niet gewend hoog te vliegen.
En een schaap, nou ja, dat was natuurlijk het model mens. Dat was een zoogdier. Nou, die drie dieren er dus ingezet. Dat is niet zomaar gekozen, drie dieren erin. En die hebben ze, nou, grote demonstratie en er echt een heleboel publiek bij opgelaten. Nou, dat ging hartstikke goed. Die beesten hebben het vliegen overleefd. De landing ging iets minder goed. Die zijn wel gewond geraakt en zo. Maar goed, op zich, die beesten hadden het overleefd. Dus je kan blijkbaar hoger in de lucht als dier leven, zelfs als zoogdier. Volgende stap was natuurlijk mensen eronder hangen. Nou, zei de koning, die inmiddels er ook mee betrokken was, echt, het werd groot. En de koning ging zich ermee bemoeien. En die zei, nou, ik heb een heleboel gevangenen. Dus zoek maar uit, neem een paar gevangenen. En dan kunnen we zien of het veilig is. Hè, dat was na tussen dieren en mensen zaten gevangenen blijkbaar. En toen waren er toch een dokter en een legerofficier. En die zeiden van, weet je. Die mensen, dat worden wel de eerste mensen die ooit echt gevlogen hebben. Dat is geen straf, dat is een hele eer. Dat willen wij wel doen. Dus er waren de twee vrijwilligers. Nou, dat is ook goed. Als je geen gevangenen, maar je hebt vrijwilligers, ook prima. Dus er waren twee vrijwilligers. Eentje was Pilatre de Rogier. Die heeft later nog heel lang doorgaan met ballonvluchten. Een Rogier is de Franse naam voor een ballon met helium. En ze hebben die proef toe gedaan. Het is goed gegaan. Ze hebben het ook overleefd. Ik geloof dat de landing ook beter is gegaan. En dat was 1763, 140 jaar voor wat wij dan de Century of Flight noemen. Maar ja, dat was dus al meer dan een Century of Flight voor onze Century of Flight, de 20e eeuw. En in die tijd bestonden er ook luchtvaartposters. Luchtvaartposters zagen er toen alleen zo uit. En er werden de heldendaden van alle pioniers die hoger kwamen en vooral volgelukten, want dan was je echt een held natuurlijk. Die kwamen op posters en die hingen waarschijnlijk in menige kamer. En dat was de luchtvaartposter in die tijd, 140 jaar. En ze dachten ook echt dat dat altijd het principe zou zijn zoals mensen zouden vliegen. Ze hadden dus ook wel fantasie over hoe dan in de toekomst vliegen ging worden. Nou, dat zag er weer anders uit, daar hadden ze ook posters van. En dat waren een soort zeppelins in feite, de luchtschepen. Dat was eigenlijk de toekomst. Nou, dat klopt ook, die zijn er ook gekomen natuurlijk, de zeppelins. Iets gestroomlijndere vorm van een ballon met helium. En daarmee vlogen ze dan. Hoe? Maar ja, je kan natuurlijk iets instoppen, je kan iets warm maken, helium. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? De kracht die aan de binnenkant drukt en aan de buitenkant drukt is overal gelijk, want anders werd die ballon groter of kleiner. Toch? Dus nou, als de krachten overal in evenwicht zijn, waarom gaat hij dan naar boven als ik hem loslaat? Hoe weet die lucht eromheen dat daar lichte helium in zit? Dat is nog helemaal niet zo voor de hand liggend eigenlijk. Dus als je dat gaat proberen uit te rekenen, is dat best heel ingewikkeld. En het is ook sowieso heel ingewikkeld om uit te rekenen al die krachten en dat dan weer op te... Archimedes had natuurlijk al door van, nou, zo moet je dat niet doen. Je moet toch maar blijven bij dat simpele principe dat het lichter is. En nou ja, hoe dat dan precies werkt, niet helemaal duidelijk. Maar als je weet hoeveel het lichter is, kan je in ieder geval uitrekenen hoeveel lift het oplevert. En dat is dus wat Archimedes heeft bedacht. Die wet van Archimedes, die kan je ook voor heliumballonnen dus gebruiken. En helium blijkt ongeveer 1/7 te wegen van wat lucht weegt. Lucht, als je die tafel hier van een vierkante meter bekijkt. Als je een kubieke meter, dus als je ook nog een meter omhoog gaat, als je een kubieke meter lucht hebt, weegt ongeveer 1,2 kilo. 1,2 kilo. Dat betekent dus ook dat die druk komt door een heleboel meters erboven. Hè? Maar goed, 1,2 kilo. Helium weegt daar 1/7 van. Dat betekent dat je zo per kubieke meter krijg je dus 6/7 van dat gewicht van lucht. Cadeau als lift. Ja, er zit hier iets in wat maar 1/7 weegt. En als er lucht was geweest, was het 6/7. En dat verschil, die lucht eromheen, probeert dit te dragen alsof het lucht is. Dus je krijgt eromheen een kracht alsof het lucht is, maar er zit maar een zwaartekracht op van 1/7. Dus 6/7 van het gewicht van de lucht krijg je terug als lift. We kunnen dus ook uitrekenen, als we zien hoeveel liter deze ballonnen zijn, 6 of 7 liter. Het zijn er 50, is mij verteld. Dus dat betekent dat je daar ongeveer rond de 300 gram mee moet kunnen tillen met zo'n tros. Het is dus een gram per liter ongeveer. En ja, we kunnen het even testen. Het is een halve liter flesje, dus dat is 500 gram. Dat betekent als ik dat een beetje leeg drink, dat vind ik helemaal niet erg. Dan zou het naar boven moeten gaan. Er zit een extra touwtje aan, zie je. Dat gaat nu nog niet, denk ik. Even proberen. Wat zal het zijn? Bijna 400 gram nog, hè? Ja, dan gaat hij ook naar beneden. Maar we zien al dat de ballon het al goed trekken. Nou, eens even kijken. Oeh.
zo. Eens kijken hoe ver zouden we nu zijn. Ja, dan gaat hij naar boven. Ja, dat klopt. 300 gram. Als hij nu tegen die lamp aankomt, dan gaan ze natuurlijk, komt hij vanzelf weer naar beneden. Dus we moeten dat maar eventjes voorkomen. Eens even kijken hoor. Er zit wel een lijnletje aan vast, maar er zit dat veiligheidslijntje zit helemaal nergens aan vast. Zie je? Maar goed, het principe, dus het rekensommetje van het verschil tussen helium en lucht, dat levert wat op. Helium is het meest gebruikt, hè, voor ballonnen. Hier hoor je altijd heliumballonnen kun je overal kopen. Maar als dat helium zo graag naar boven wil, dat betekent dat als je in de natuur helium hebt en je laat dat los, dan gaat dat dus naar boven. Dus dan vraag je af, waar halen ze die helium nou eigenlijk vandaan dan die hierin zit? Want als je het in de natuur hebt, dan is het weg. En het moet toch ergens vandaan komen. En het is een element, het is echt heel zuiver. Dat kan je niet zomaar door chemische reacties maken. Je moet op een of andere manier ergens die helium krijgen. Dat komt uit Amerika. Dat is de enige plek waar ze grotten hebben met Amerikanium. En die produceren alfastraling en op die manier vullen die grotten zich heel langzaam met helium. We verbruiken het nu sneller weer, dat is story of our life. Hè. We verbruiken het weer sneller dan het gemaakt wordt. Maar in principe zit er nog een heleboel van die helium in die grotten, alleen in Amerika. Nou, hebben ze die zeppelins, die hadden ze eerst gevuld met helium. En degene die het meest met zeppelins deed, was ja, graaf Zeppelin en in Duitsland, in Nazi-Duitsland. En daar hadden ze de Hindenburg bijvoorbeeld, een heel grote zeppelin. Maar het was Nazi-Duitsland, het was een boycott. En de Amerikanen leverden dus geen helium. Dus vulden ze het met waterstof. En waterstof is nog beter dan helium. Want dat weegt maar de helft van helium. Dus in plaats van 6/7 krijg je dan 13/14 van de lift. Dus nou, dat is een vooruitgang. Mwah, dat is niet helemaal vooruitgang. We zien hier de Hindenburg aankomen in Amerika. En nou, zeppelins, iedereen dacht, dat is de toekomst. Dat is fantastisch. En toen gebeurde er dit. Het was gevuld met waterstof. En waterstof hartstikke brandbaar. Dus één statische vonk. En als je dan ook nog lekker brandbare verf hebt gebruikt op dat linnen dan helpt het allemaal mee natuurlijk. Want dat gas verbrandt op zich heel snel daarna, maar daarna brandt vooral dat doek. En dit was live op de radio te volgen. En dat was een ramp, over de hele wereld een schok. En het imago van zeppelins was nooit meer wat het geweest is. En, de toekomst van de luchtvaart, nou, misschien toch maar niet. Ja, ik zei dat helium, dat wil omhoog. En dat is omdat het lichter is dan lucht. En dat is overal lichter dan lucht. Dat is hier zo, maar ook als je heel hoog in de atmosfeer gaat, is het nog steeds lichter dan lucht. En daar komt eigenlijk bijna geen grens aan. Je zou zeggen, nou, daar kan je dus echt veel hoger mee komen. Je kan inderdaad hoger komen dan met gewone vliegtuigen, met heliumballonnen. Je zou kunnen zeggen, je kan helemaal naar de rand van de atmosfeer, naar de ruimte. Nou, als je ballon groot genoeg is, als die kan uitzetten, want er wordt steeds minder luchtdruk aan de buitenkant als je hoger komt, dan kan dat inderdaad. En dan kan die steeds groter worden en komt die aan de rand van de atmosfeer en dan kan je dit soort foto's maken. En er is een student in Delft die heeft dat gedaan. Die heeft zo'n ballon gemaakt en die heeft ook geregeld met de luchtverkeersleiding. Die heeft zo'n ballon gemaakt en die heeft daar allerlei onderdelen onder gehangen. En die kosten bij elkaar zo ongeveer €250. En hij heeft dus voor €250 heeft hij foto's gemaakt die eruit zien alsof ze in de ruimte zijn gemaakt. En ja, we kunnen zo'n foto laten zien. Dit is zo'n foto van hem en die andere trouwens waren ook van hem. En hier zien we Friesland en de Waddeneilanden en je ziet een heel dun laagje van de atmosfeer. En hij vliegt op ongeveer een 30 kilometer hoogte. Nou, met een gewoon vliegtuig vlieg je op ongeveer 10 kilometer hoogte. En het is wel eens aardig dat om te realiseren dat je daar al qua gewicht 75% van de atmosfeer onder je hebt. En de volgende keer dat je in zo'n vliegtuig zit wat op 10 kilometer hoogte vliegt, is het misschien de moeite waard om een keertje niet naar beneden uit het raampje te kijken, maar ook omhoog om te kijken hoe donker de lucht al is. En dan kan je werkelijk zien hoe dicht je al bij de ruimte zit. En dat is dus hoe je voor €250 foto's kan maken vanuit de ruimte. Nou, iemand anders zegt altijd van ja, ben je dan ook gewichtsloos als je daar komt? Als je net buiten de atmosfeer komt, dus in de ruimte ben je gewichtsloos. Nee, je bent niet gewichtsloos. Als het zo simpel was dat als je uit de atmosfeer was en je werd gewichtsloos, dan was de maan al lang weggegaan van de aarde. De zwaartekracht werkt nog net zo goed binnen en buiten de atmosfeer. Gewichtsloos zijn in de ruimte heeft dus helemaal niets te maken met of je in die atmosfeer zit.
Het enige waardoor je gewichtloos bent, is doordat je valt. Als je in een lift zit en je maakt ooit mee dat die kabel breekt, dan heb je het geluk dat je even gewichtloos kan zijn. Want als die lift valt, kan je gewoon door die lift zweven, net als een astronaut. En wat een ruimteschip in feite doet, is die gaat heel hard vooruit. En de boog waarmee die valt is gelijk aan de kromming van de aarde. En daardoor blijft die rondjes om de aarde heen vallen. Dus het komt niet doordat die buiten de atmosfeer is, het komt door hoe hard die gaat. En je kan dus ook op zeeniveau gewichtloos zijn als je maar hard genoeg gaat. Dat is ook altijd hetzelfde getal. Als mensen vragen hoe hard ging je nou in de ruimte, is altijd hetzelfde getal. Ongeveer iets meer dan 28.000 km per uur. Dus als je op zeeniveau hier gewoon 28.000 km per uur vliegt, ben je ook gewichtloos. Zo simpel is het. Dan moet je natuurlijk wel het een en ander ontwijken. Ja. En daar gaat het volgende college over, hoe dat moet.